En nee, ik ben er niet blij mee. Maar ik heb er ook niks over te zeggen. Die wolf die komt er, dat is een feit. En daar moet je dan je maatregelen op nemen. Hobbyboer Paula Weidmans heeft schapen in een landje bij Wezep. In april vorig jaar pakte een wolf 6 schapen bij een schapenhouder in de buurt. En dus neemt ze nu maatregelen. Ja, er zijn hier diverse aanvallen al van wolven geweest. Er zijn ook schapen gedood. En ik heb wel begrepen dat alleen een schapenraster dan niet voldoende is om hem tegen te houden. Paula betaalt het raster zelf, maar bij het plaatsen krijgt ze hulp van een aantal vrijwilligers. Nou, het belangrijkste is eigenlijk dat de onderste draad op 20 centimeter zit. En Paula heeft zelf ook al het een en ander gedaan om de wolf te weren. Dus dat zie je hier ook. En er staat ook al schapengaas, dus daar gaat de wolf eigenlijk niet doorheen. En nou, wat we dus eigenlijk gaan doen is hier 3 draden voor maken. En dat moet de wolf tegenhouden. Er komt stroom op te staan, 4,5 kilovolt. En dat moet die wolf tegenhouden, want die voelt die klap. En als hij die klap voelt, dan denkt hij, hey, hier moet ik niet nog een keer mijn neus aan branden, zeg maar. De vrijwilligers zijn blij met de komst van de wolf. Maar ze begrijpen ook dat schapenboeren wel wat steun kunnen gebruiken. Nou, wij vinden het belangrijk om wolven te beschermen en ook schapen. Dus we pleiten niet voor afschot, wat vaak nu in de media rondspeelt. Maar als je het schaap dus beschermt, kan de wolf er niet in. Is het schaap blij, is de herder blij en is de wolf blij. De schapen van Paula moeten nu beschermd zijn tegen de wolf. Ze merkt wel dat er veel vragen zijn onder schapenhouders. Mensen weten niet goed wat ze ermee moeten. Er is ook nog onvoldoende over bekend en wat de gevolgen precies zijn. Dus ja, men wordt wel voorzichtig.